De laatste stoelen worden bezet, worden ingenomen. Dat is natuurlijk heel fijn om het nieuwe jaar met een volle zaal te beginnen. Hartelijk welkom bij Studium Generale. Ik ben Rob van Duinhoofd van het bureau Studium Generale, organisator van deze speciale lezing. U bent alle in de ban van de burn-out, geloof ik. Daarom zit u hier. Het is in ieder geval de titel van de lezing. De vraag is natuurlijk, als we het over burn-out hebben, waar we het nou precies over hebben. En gelukkig hebben we een hoogleraar stress en veerkracht die daar van alles over weet. En in ieder geval ook zelf is gaan bekijken van, ja, burn-out, wat is dat dan eigenlijk als we het er zo makkelijk over hebben? Wat zijn daar criteria? Hoe wordt daarnaar gekeken? Is het niet vaak ook iets anders? Waar heeft het juist te maken met angststoornissen of bijvoorbeeld depressieve stoornissen? Kunnen we wel spreken van een burn-out? En daarmee wordt niet ontkracht dat er klachten zijn, dat mensen last hebben van een aantal zaken, waardoor ze in ieder geval vaak uit de running zijn, bijvoorbeeld niet kunnen werken. Dat het vaak misschien ook werkgerelateerd is. Dat de druk toeneemt natuurlijk in de samenleving. Dus genoeg vragen in ieder geval om wel stil te staan bij wat dat dan uiteindelijk is, burn-out. En hoe we daarover kunnen praten, hoe we daarna moeten kijken. En wanneer het misschien ook gaat om juist andere klachten en dergelijke. Dus Christian Vinkers, hij zit hier op de eerste rij, alvast hartelijk welkom. Het is de Catharina Pels lezing. En Catharina Pels was een hele bijzondere vrouw, apotheker uit Geleen. En de Catharina Pels Stichting is ontstaan na haar overlijden, of eigenlijk al voor haar tijd. Het fonds bestond al toen der tijd. Maar in ieder geval is er een bestuur ieder jaar weer druk bezig om te kijken naar scripties van studenten, om daar prijzen aan uit te reiken, op het gebied van gezondheidswetenschappen overigens. Maar ook de Catharina Pels prijs voor uitmuntende promoties. De prijsuitreiking volgt zo voor de scriptieprijs en dat wordt gedaan door Rob de Bie, voorzitter van de stichting Catharina Pels. En die zal ook wat meer uitleg geven over Catharina Pels en de betekenis van haar en in ieder geval ook voor de gezondheidswetenschappen en daarmee in relatie tot het onderwerp van de lezingen die wij als Catharina Pels lezing organiseren. Christian Vinkers schreef het boek In de ban van burn-out, dat is ook te koop. Na afloop, dat staat hier voor, de tribune is zo aardig geweest om een aantal dingen in huis te halen. Dus die kunt u nog aanschaffen als u wilt. Zeer interessant. De lezing duurt ongeveer een uur, waarna er nog tijd is voor vragen. Een half uurtje. Christian Vinkers heeft het wel stressig, druk gekregen na het verschijnen van zijn boek dit najaar. En wil graag weer terug. Ook met 3 kleine kinderen is stress denk ik zeker aan de orde. Dus hij haalt graag de trein van 10 uur met nog de mogelijkheid. Als hij die mist, stel je voor, er is er nog eentje om 10:30. Nee, maar dat betekent dat we inderdaad dat ik een beetje streng ben bij het vragen half uurtje. Dat we rond 9:30 echt even moeten afronden. Wat wou ik zeggen? Oh ja, professor Dr. Christian Vinkers, ik zei het al, hoogleraar stress en veerkracht. Dat is wel de enige hoogleraar stress en veerkracht in Nederland, denk ik. Dus dat is wel interessant wat dat betreft. Hij was hier eerder te gast, ik denk 4 jaar geleden. Toen ontdekte ik hem als lid van de Jonge Academie, van de KNAW. Of net niet meer, misschien nog net wel toen. In ieder geval, gaf toen een lezing ook hier, voor een iets vollere zaal. Dat was heel interessant over stress. Vandaag dus iets meer de focus op burn-out. Naar aanleiding van zijn boek In de ban van burn-out. Eerst geef ik graag het woord aan Rob de Bie, die dan vervolgens het woord geeft aan Christian Vinkers. Rob. Dankjewel, Rob. Ja, iedereen heet hier Rob, dus dat is altijd makkelijk. U treft mij hier vandaag ook multifunctioneel aan. Eigenlijk ben ik hoogleraar in het dagelijks leven, maar ook lid van het Catharina Pels bestuur. En straks ook chauffeur voor Christian. Dus als het misgaat, dan weten we waar de stress vandaan komt. Ja, ik maak je even bekend met Catharina Pels. Want dat is natuurlijk wel aardig om te vertellen over haar. En met een beetje geluk krijgen we hier ook een plaatje van mevrouw Pels. Kijk, dit is de jonge Catharina Pels. Ze is toch vrij oud geworden.
Ja, dat gaat goed. Dat loopt vanzelf door. Nou, heel goed. De Catharine Pijl Stichting bestaat al een heel aantal jaren en heeft eigenlijk als doelstelling om gezondheidswetenschappen in de brede zin voor het voetlicht te brengen. En wij delen prijzen uit. Ieder jaar gaat het een prijs voor student gezondheidswetenschappen. En iedere twee jaar hebben wij een proefschriftprijs. En ik zie al een aantal mensen uit de zaal wijzen dat zij mensen herkennen van deze faculteit. Dat is een jeugdfoto van een oud decaan. Dus Nanne, je weet het al. Hè? Maar dat is dus al een hele lange band die wij hebben als universiteit. En Catharine Pijls heeft een stichting, daar komt de naam ook vandaan. Ze was een hele actieve apotheker, maar die eigenlijk al meteen door had van ja, er is meer dan alleen geneeskunde, er is ook gezondheidswetenschap en allerlei andere relevante hulptroepen die van belang zijn om de gezondheid en de gezondheidsbevordering in brede zin neer te zetten. En zij heeft een legaat nagelaten waar wij als stichting dan heel zuinig op zijn en ook ieder jaar heel trots zijn dat wij prijswinnaars in de bloemetjes kunnen zetten. En dat komt dus door de Catharine Pijls prijs die er echt een flinke hoeveelheid geld in stopt. Want die prijs voor studenten is €2.000 en voor de proefschriftprijs €10.000. Dus dat zijn zelfs met de huidige inflatie, zal ik maar zeggen, toch nog hele aardige bedragen. De Catharine Pijls aanmoedigingsprijs, zo heet de prijs voor de scriptie. De beste scriptie wordt jaarlijks toegekend aan een recent afgestudeerde masterstudent als bekroning voor een uitmuntende scriptie. De winnende scriptie van dit jaar is geselecteerd op basis van zowel de inhoudelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. U kunt zich voorstellen dat er natuurlijk een heel aantal scripties buitengewoon goed zijn. Daar kijken we met een commissie naar. En op basis van een heel aantal criteria wordt de beste student onafhankelijk gekozen. Er wordt ook allemaal keurig geblindeerd, dus het is een hele nette toestand, om het zo maar eens te zeggen. Deze mevrouw is cum laude afgestudeerd. En het bestuur van de Stichting Catharine Pijlsprijs heeft besloten om de prijs van €2.000 toe te kennen aan Jules Roberts. Jules is zelf helaas niet hier. Want zij heeft al een baan in het buitenland. Zo gaat het. Als je heel goed bent, dan ben je meteen onder de pannen. Maar Jules is een afgestudeerde studente van de Master Governance and Leadership in European Public Health. Ze heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rol die familieleden van overledenen hebben en spelen in de besluitvorming rond orgaandonatie. Een heel actueel en treffend onderwerp. En het zal u niet verbazen dat haar scriptie in ieder geval al tot een aantal verbeterde punten heeft geleid. Want er zit best een en ander te verbeteren rondom die besluitvorming van dit soort ingewikkelde processen. En ik ga nu ook een foto van haar laten zien, want ze bestaat echt. Dankjewel, Guy, voor de hint. Jewel werkt intussen voor een internationaal bedrijf in de medische apparatuur en kan vanwege werkzaamheden in de Verenigde Staten helaas niet aanwezig zijn. Ze laat echter weten dat ze heel verguld is met het winnen van de prijs en ze is met name ook dankbaar voor het feit dat de Stichting Catharine Pijls door middel van deze waardering laat zien dat onderzoek op het gebied van orgaandonatie zeer belangrijk is en verder dient te worden gestimuleerd. In De Observant, de krant van de universiteit, kunt u in de komende weken meer lezen over haar prijswinnende onderzoek. Want er is een interview en een stukje over haar onderzoek geschreven. Dus ik denk dat wij even kunnen klappen voor haar. Ze is er niet. En normaal zou dat dan een vraaggesprekje zijn en bloemen en de oorkonde. Nou, het geld wordt overgemaakt, neem ik aan, hè, Guy? We zijn er niet van wezen eten, dan weet u dat vast. We hebben wel heerlijk gegeten met de spreker die zo graag aankondigen, Christian, in de ban van de burn-out. We hebben hem geprobeerd te kalmeren. Er is ook rijkelijk drank gevloeid, maar hij heeft zich goed ingehouden. Maar hij is heel relaxed, totdat hij straks met mij in de auto naar het station moet. Dus Christian, we kijken uit naar jouw lezing. Goedenavond, dames en heren. Heeft u een beetje stress of niet? Vallen mij. Nee, ik ook nog niet hoor. En ik wil jullie, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben heel blij met de uitnodiging om hier te zijn. Ik voel me heel welkom in het Maastrichtse en beschouw het niet als ongastvrij dat ik weer terug wil. Maar ik kan heel veel over stress en trauma vertellen. Maar ja, als ik er nooit thuis ben om mijn kinderen op te voeden, dan doe ik ook iets niet goed, hè?
Dus dat is een goede balans. Maar ik ben heel blij om hier te zijn. Ik ben ook het bestuur van de Catharine Pell Stichting heel dankbaar dat ze mij hebben uitgenodigd om hier over, met u van gedachten te wisselen over stress en burn-out. En Rob van Duin natuurlijk voor de prachtige introductie. Ik ga het over burn-out hebben, maar ook over stress. Want het een en het ander is niet los van elkaar te zien. En daar kom ik over te spreken in ongeveer een uur. Ik vroeg het al, heeft u veel stress? Wat u misschien niet wist, dat Maastricht de meest stressbestendige binnenstad heeft van Nederland. Er staat heat stress resistant. Zeg, ja, wat heeft die man nou over heat stress resistant te maken? Nou, het woordje stress komt oorspronkelijk uit de natuurkunde en de scheikunde. En het ging over materialen die wel of niet konden bewegen. En dat is een interessante vraag, hè? Als je stressresistent bent, kan je dan heel goed je schrap zetten? Of ben je juist, als je het hebt over veerkracht, gaat het over het veren, hè? Het juist in beweging zijn. En dat is een interessante vraag, daar kom ik met u over te spreken. Maar u, sowieso heeft u al voor de binnenstad, heeft u al bonuspunten. Huh? Nu al. Belangrijk. Moet het er gelijk over hebben. Stress is heel normaal. De oude stressonderzoeker Hans Selye zei, de enige manier om geen stress te hebben, dat is als je dood bent. En Catharine Westerdijk zei, zelfs schimmels gaan dood van een saai en eentonig leven. En dat klopt ook een beetje, want als je leeft, heb je stress. Het valt niet te vermijden. Onverwachte dingen, deadlines die je moet halen, treinen die je moet halen, hoorde u al. Hè? Dus er zijn heel veel dingen die je meemaakt. En eigenlijk praten we alleen over stress als het misgaat. Dus je voel je gestrest, dat betekent dus van, oké, ik heb er last van. Maar denkt u maar eens aan alle duizenden keren dat u dat het goed ging. Dat u nergens last van had, dat u dingen wel gehaald heeft. Dat is eigenlijk het topje van de ijsberg waar u last van heeft. Maar daaronder gaat het heel vaak goed. En zit het uitermate prachtig en fascinerend in elkaar. Daar kom ik nog met u over te spreken. Maar stress, dames en heren, heeft echt een imagoprobleem. Dus het is goed en slecht. Kortom, mensen denken altijd aan een stressvrij leven van, ja, als iets wat leuk is. Als je heel hard werkt en je hebt vakantie, dan kan je er heel erg naar uitkijken. Hè? En als je helemaal vakantie hebt, kan je er heel erg van genieten. Maar moet je je eens voorstellen dat je altijd vakantie hebt en niks te doen hebt. Dus je zegt van, nou, ik ban alle stress uit mijn leven. En hoe doe ik dat? Ik ga op de bank zitten, ik doe niks meer en dan kan ik ook geen stress tegenkomen. Ten eerste klopt niet, want alsnog gaan er dingen gebeuren die niet leuk zijn. Maar er is heel veel wetenschappelijk onderzoek die laat zien dat op het moment dat je niks doet, dat je niet in beweging bent, dat je geen dingen onderneemt, slecht voor je mentale gezondheid. Somberheid, piekeren. En dat zie je terug. Als je niks doet, krijg je er last van. Dus we gaan het over de burn-out hebben, tegenover een burn-out, bore-out. Dus ook als je niks doet, ga je er ook last van krijgen. Dus elk mens probeert in balans te blijven tussen, als je te veel doet, krijg je er last van. Maar als je te weinig doet, onlosmakelijk, vroeg of later ook. Dus goed om te onthouden. En dat is eigenlijk een beetje de stressparadox. Dus stress is eigenlijk als een soort tweesnijdend zwaard. Dus aan de ene kant is het heel normaal, is het spice of life. Als je stress, dan leef je. Je zou bijna spottend kunnen zeggen, stress zo ergo sum, hè? Ik stress dus ik ben. Aan de andere kant, en daar ga ik het ook met u over hebben, ik ben geen Emil Ratelband, hè? Ik ben niet een positiviteitsguru. Dus stress heeft ook echt wel negatieve kanten. Dus als je te veel stress hebt, als je traumatische zaken meemaakt, kun je er heel veel last van krijgen. Dus het veroorzaakt ook lijden en ziekte. Maar het is heel goed om die nuance te zien. Dus de ene kant en de andere kant, allebei zijn kanten van stress die belangrijk zijn. Ja, en dan hebben we het al gelijk over vroeger, hè? En als je denkt, praat over vroeger, dan zeggen mensen van, ja, als ik aan u vraag, hebben we nu meer stress dan ooit? Wie zou dan ja zeggen? Steek de hand maar op. Ja, aantal. Wie zou zeggen nee? Aantal. Wie zou zeggen, ik heb geen flauw idee? Nee, die ene steekt een hand ook niet op. Ook best een aantal. Het lastige is natuurlijk dat het heel moeilijk te kwantificeren is. Hè? Want hoe meet je stress? Daar gaan we het nog over hebben. Hè? Wat is stress eigenlijk, hè? En hoe meet je het?
En het is nooit goed bijgehouden. Dus mensen zeggen altijd van, nou ja, in het hier en nu weet je heel goed wat je stressfactoren zijn. Je hebt het over social media, je hebt het over computers, je hebt het over inflatie, hoorden we net al, inflatie. Je hebt het over stijgende prijzen. Je hebt alles wat je nu meemaakt, dat weet je heel goed. En vroeger denk je van, nou ja, misschien was het vroeger zo slecht, nog niet. Maar als je terugkijkt in de tijd, dan zie je eigenlijk dat ook in vroege tijden eigenlijk al heel veel over stress wordt gesproken. En dat mensen heel veel last hadden ook van stress. Ja, heel vroeger leefden mensen ook niet zo lang, dus je had ook niet zoveel tijd om te stressen, want je werd gemiddeld maar 30 jaar ouder, hè? Maar zelfs de Romeinen hadden villa superbana's, hè, om drukke stad te ontvluchten. En de keizer Marcus Aurelius, kent hij die nog? Die heeft natuurlijk mooie overpeizingen geschreven. Die zei van, ja, je moet niet naar de kust gaan, maar je moet tot rust komen in jezelf. Met je mindfulness avant la lettre. En dat was tijdens de Romeinen al. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld 1938. Dat is even om een voorbeeldje te geven. Dit is even voor de context, hè, zodat u in de juiste stemming komt voor de burn-out. 1938, dat is een reclame van Dr. Miles Nervine. In de Verenigde Staten, want het ging namelijk om een geneesmiddel. En in Europa mag je er geen reclame voor maken, maar in de Verenigde Staten wel. Dat is een barbituraat. Kent u barbituraten? We zitten toch een beetje in een apothekerssetting, hè? Dat is goed. De Catharine Pels natuurlijk. Barbituraat kon u gewoon halen bij de drogisterij. Wordt in Nederland alleen nog maar gebruikt voor euthanasie. Ja. Dus dat is heel dodelijk bij overdosering. Toen de benzodiazepines kwamen in de jaren 60, zijn de barbituraten snel van de plank verdwenen. Maar je kon ze in 1938 gewoon bij de drogisterij in Amerika kopen. Overdosering van Jimi Hendrix, Marilyn Monroe. Ja. Die maakten dus reclame. En dat is even de aanleiding. En waar maakten ze reclame voor? Nou ja, die barbituraten waren best wel angstverlagend, stressverlagend. En wat ze reclame voor maakten, dat ze contrast maakten tussen de stressvolle maatschappij in 1938... tegenover in 1900, toen alles nog lekker relaxed was. Geen auto's, tenminste nog geen fabrieken. Nog een beetje de handenarbeid werd nog gedaan. Geen fabrieken, je kon nog een beetje gewoon lekker naar het strand en zo. Maar in 1938 kon het niet meer, hè? En in 2022 kijken we denk ik ook een beetje terug in de decennia voor ons. En zeggen van ja, toen had je nog geen social media. En toen kon je nog echt met elkaar praten. Maar ik denk dat niemand 100 jaar geleden had willen leven zonder daar minimaal 5 of 6 eisen bij te stellen. Althans, ik zelf niet. Gemiddelde werkweek in 1900, 6 keer 12 uur. Hadden mensen toen last van burn-out? Termen stonden niet, hè? Kom ik zo over te spreken. Weet u welke term er wel was? Neurasthenie. En rond 1900, 1910, 1920 was er de ziekte neurasthenie. Die mensen werden ook wel zenuwleiers genoemd. Omdat ze heel veel last hadden van ongezonde zenuwen. En er werden reclames gemaakt van huisvrouwen, dat was toen nog, dat moet u mij niet kwalijk nemen, maar dat was toen reclames gericht op huisvrouwen die heel veel stress hadden van het gezinsleven. En die dan de stress moesten verlagen. Hulpboeken, rond 1900, hulpboeken voor zenuwleiers, in het Nederlands vertaald. Kon je gewoon kopen, waren hits. Kom ik nog op terug. En het prachtige is, als het over stress gaat, kijk, als u last krijgt van stress, is het niet prachtig. Maar iedereen, zoals u hier ziet, gaat vroeger of later last krijgen van stress. En voor heel veel van mensen heeft u al daar last van gekregen. En wat het mooie is van stress, vind ik, is hoe fascinerend het in elkaar zit. En ieder van u heeft een stressorkest in uzelf spelen. Nou, en hoe bedoel ik dat? Nou, dat letterlijk eigenlijk. Stress bestaat uit veel verschillende lagen van informatie die samen bepalen hoe je op stress reageert. Dus stel, er komt een auto om de hoek rijden, dan gaat je adrenaline gelijk omhoog. Je hersennetwerken die op dreiging zijn gericht, die gaan aan. Darmen gaan omlaag, die zijn nu niet belangrijk. Aandacht heel belangrijk. Cortisol gaat daarna omhoog. Je immuunsysteem gaat eerst aan, want een stressor kan ook natuurlijk gewoon een infectie zijn. Dat is echt een fysieke stressor is dat, hè? En later, als de cortisol stijgt, dan moet hij weer uitgaan. En al die lagen samen, die spelen samen en die bepalen eigenlijk als een soort stressorkest met alle instrumentengroepen hoe je op stress moet reageren. Hoeft u niks voor te doen, hè? Want als er iets gebeurt,
Er komt iemand om de hoek. Er komt iemand om de hoek. Hoeft niet na te denken van, oh, wat moet ik doen? Nee, u heeft al gereageerd. U bent al achteruit gesprongen. Dus dat heeft u van moeder natuur meegekregen. En dat stressorkest, al die lagen samen, van hersennetwerken tot gedrag en emoties en hoe u in elkaar zit, dat heeft toch 24 uur per dag gedurende uw hele leven samengespeeld. En wat is nou het fascinerende aan stress, is hoe verschillend mensen zijn. Sommige mensen zijn van nature veel stressgevoeliger dan anderen. En ook iedereen is voor andere dingen weer gevoelig. Dus iedereen heeft weer zijn eigen stressorkest. Dus sommige mensen hebben misschien meer een hoempapa-bandje. Andere mensen hebben meer een symfonieorkest. Maar het betekent ook dat als er te veel stress komt en er gebeurt te veel in je omgeving, dat ieder mens ook een zwak punt heeft in zijn stressorkest. Waarin snaren van de wiel springen, waarin de trompet niet meer helder klinkt. Kortom, waarin het misgaat. Dus u heeft gratis een stressorkest gekregen, dus daar mag u dankbaar voor zijn. Betekent ook dat het stressorkest ook wel eens de mist in kan gaan. En dit is misschien, ik heb u hoog ingeschat qua intelligentie. Dat was van tevoren, zeiden ze, nou, de mensen die komen, dat zijn hele slimme mensen. Klopt dat ook? Ik hoor niemand protesteren, dat is nooit zoals ik het zeg. Wat belangrijk is om te weten, als je een stressorkest in jezelf hebt spelen, wat is met een orkest altijd het geval? Je begint met spelen en je eindigt weer met spelen. En ondertussen gebeurt een heleboel, er is heel veel dynamiek. Dit is een plaatje, en ik zal u uitleggen, het ziet er ingewikkelder uit dan het is hoor. U ziet cortisol op de y-as staan, en de y-as is voor de hier, en hier ziet u de tijd. En hier ziet u, als u hier stress krijgt, wat stressologen altijd met een bliksem doen, ik weet niet waarom, maar dat is een soort ongeschreven code. Stress is een bliksem, hier, nou, absoluut stress. De cortisol gaat omhoog en op een gegeven moment weer omlaag, als de stress weer weg is. En dan ziet u de rode MR en de groene GR. Dat zijn twee eiwitten, twee receptoren in onze hersenen, waar het stresshormoon cortisol aan bindt. En die zijn allebei heel belangrijk, namelijk de minerale corticoïde receptor voor hoe sterk, hoe scherp je stresssysteem is afgesteld. Hè. Je HPA is je cortisol, dus gaat die heel makkelijk af of duurt het echt een tijd voor die aangaat. En als die omhoog gaat, dan is ook die GR belangrijk, die glucocorticoïde receptor. En dan gaat die cortisol weer omlaag. En het zijn twee verschillende fases. Dus hier is het belangrijk, oké, wat is er aan de hand? Heb ik het eerder meegemaakt? Waar ben ik? Wat verwacht ik? En dat bepaalt van, oké, hij gaat aan of hij gaat niet aan. Maar vervolgens moet je stresssysteem ook weer uitgaan. Je orkest moet ook weer stoppen met spelen. En vroeger dachten we van, nou ja, oké, eenmaal gaat je stressorkest aan, oké, hij gaat vanzelf wel weer uit. Maar wat weten we steeds meer, is dat het uitzetten van dit proces is een heel actief proces. Dus dat betekent eigenlijk dat dit gebeurt minder meer automatisch, maar hier moet je ook leren ervan. Als je iedere keer weer gestrest van hetzelfde raakt, dan heb je een heel moeilijk leven. En op een gegeven moment moet je leren van, oké, ik hoef niet voor elke auto die om de hoek komt, moet ik wegspringen. Het is wel handig als die dichtbij komt, dat moet u dan niet vergeten. Maar het is wel goed om ervan te leren. En dat is een heel dynamisch proces van uitgaan en aangaan en weer uitgaan. En deze herstelfase is heel belangrijk, ook, daar kom ik later nog over te spreken, dat u goed reageert op stress en goed herstelt van stress. Dus als je zegt van ja, hoe reageer je op stress? Dan is altijd de vraag, ja, wanneer dan? Want dat stressorkest moet aangaan, immuunsysteem, en moet weer uitgaan. En al die processen moeten dus aan en uit, net als een orkest. Dynamisch. Duidelijk? Als er vragen zijn, moet u het zeggen. Hè? Een kleine zaal, dus kunnen we het gewoon rustig met elkaar bespreken. Waarin de mens ook uniek is, hè? Dus dan kun je altijd een mooi voorbeeld, hè? Een auto die om de hoek komt rijden. Maar de mens, de binnenwereld is ook een hele belangrijke aanjager van stress. Ik denk niet dat heel veel merels zich zorgen maken over de inflatie. Ik denk niet dat heel veel honden zich zorgen maken over hoe het hun kinderen zal vergaan. Maar mensen maken zich heel veel zorgen. Hè? Die piekeren over hun toekomst. Soms ook over hun verleden. Over wat ze willen, wat ze wensen, wat hun fantasieën zijn. Dus stress gaat over kader neurobiologie. Maar is ook heel existentieel. Hè? Het gaat erover wie je bent en wat je wil. En dat maakt ook dat je, ook al gebeurt er ogenschijnlijk niks in je buitenwereld, dat je echt enorm gestrest kan zijn. En sommige mensen zijn van nature, hebben de neiging om meer te piekeren. Nou, dan kan je zo maar voorstellen dat er maar weinig hoeft te gebeuren in je buitenwereld,
dat je binnenwereld ook echt aangejaagd wordt en dat je daar heel stressgevoelig van wordt. Wat doen je hersenen onder stress? Dat is even een belangrijk iets om te laten zien dat het gaat over hoe je je voelt, hoe je gedraagt, maar dat het ook gaat over de keile neurobiologie. U ziet wel eens iemand op televisie die zegt van, nou, er gaat dit aan en er gaat dit uit. Heeft u wel eens gezien? Hoeveel zenuwcellen zitten er in een brein? Ja, u dacht, ik ga alleen maar praten, maar ik ga ook dingen vragen. Dat wist u nog niet. Hoeveel? Heel veel. Nou, dat is heel tussen de 40 en 80 miljard. Ik heb een vriend van mij, die is cardioloog. Die zegt van, ja, jullie hebben twee kamers en twee boezems. We hebben 80 miljard, hè? Dus geef ons even de tijd om verder te komen. 80 miljard. Dus als je zegt, dit gaat aan, wijs je ongeveer 30 miljard neuronen aan. Dat is even voor, en dat is natuurlijk, dus het is heel conceptueel heel goed, maar wetenschappelijk, nou, hoe zeg je dat netjes, valt er nog wat verbetering te behalen. Hier ziet u linksonder een hele vrolijke jonge man. Zijn naam is Tommy Broeders. En ik laat soms mensen zien die dingen gedaan hebben, omdat ik niet al die dingen gedaan heb. En wetenschap echt teamwork is, met heel verschillende rollen. Nou, hij heeft mensen na stress in de scanner gelegd. Mensen moesten hun ogen dicht doen, nergens aan denken. En u ziet hier alle kleurtjes, met al die afkortingen, dat hoeft u allemaal niet te weten. Maar het gaat over verschillende netwerken in het brein. En als ik hem dan aanklik, dan ziet u, als u na stress niets doet en uw ogen dicht heeft, doen uw hersenen dit. Flip, flop, flip, flop, flip, flop. En geen zorgen, dat is heel normaal. Dus daarom heb ik zo blij begonnen met het zeggen dat stress heel normaal is. Wij doen ook experimenten om mensen stress te ontlokken. En in het begin zeiden we dat tegen mensen, en waren mensen al bang dat als ze bij ons kwamen in het ziekenhuis, dat we ze elektrische schokken zouden toedienen en zo. Maar dat doen we niet, geen zorgen. Wat doen we wel? We laten mensen, zet een commissie van mensen achter een bureau. Daarvoor staat een microfoon, een kruis staat ervoor. Mensen moeten met een camera op zich gericht, moeten 5 minuten over hun goede en slechte eigenschappen vertellen. En de mensen achter het bureau reageren niet. Niet verbaal, niet non-verbaal. Merkt u hoe snel het ongemakkelijk wordt? Ja. En daarna moeten ze rekentaak uitvoeren door de hele tijd van 2023-17 af te trekken. Steeds. En als ze fout maken, moeten ze opnieuw beginnen. Heel streng. Het valt allemaal mee. Want ik heb duizenden keren gedaan. Achter zo'n bureau zitten ze ook trouwens helemaal niet leuk. Want je hebt ook stress van. Je ziet die mensen stress krijgen. Maar 10 minuten dat doen, gewoon iets over jezelf vertellen en een rekentaak doen, zorgt ervoor dat je cortisol meer dan 3 uur stijgt. En dit soort flip-flop bewegingen, heb je altijd, maar die worden versterkt na stress. Heel normaal, want je moet namelijk reageren op een prestatie die je moet doen op een onverwachte omgeving. En je moet dus erop reageren en ervan herstellen. En dit zie je dus op het moment, als je aan mensen vraagt, ben je gestrest? Zeggen mensen, nee, niet, dat was al een half uur geleden. Dus mensen zeggen, ik ben niet gestrest, maar je ziet in de hersenen nog wel terug. Duidelijk? Wil ik ook even zeggen dat stress niet alleen gaat over hoe je je voelt, wat je hersenen doen, maar stress, de hele scheiding tussen lichaam en geest, is een beetje, het komt toch door onze grote vriend Descartes, hè? Die kent u wel, die filosoof, die dacht dat lichaam en geest in de pijnappelklieren bij elkaar kwamen. En eigenlijk zie je dat nog helemaal terug in de manier waarop we nu naar de psychiatrie kijken, hè? Dat we de geest en de hersenen apart doen, dat we de lichamelijke geneeskunde en de psychiatrie, die zijn helemaal aan elkaar gegroeid. Ja, als je vanuit de stressoog naar kijkt, denk je, wat een onzinnigheid. Kijk, als je stress hebt van iets, van piekeren of misschien wel van een virale infectie of van iets anders wat er gebeurt, verhoog je cortisol, komt tot in je kleinste bloedvaatjes. Dus logisch ook dat lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid voor stress helemaal niet zoveel uitmaken. En ik geef u 2 voorbeelden. U ziet hier al de eerste, die arme mevrouw die verkouden is. Dit is uit 1991, toen er nog geen corona was zoals wij hem kennen. Maar wat hadden ze wel gedaan? Ze hebben mensen expres besmet met verkoudheidsvirussen.
rhinovirussen, maar ook coronavirussen, wat nu heel eng klinkt, maar dat waren toen onschuldige virussen. En gingen ze kijken naar hoeveel stress mensen hadden gehad en ook hoeveel mensen echt een infectie kregen. Nou, wat je zag, hoe meer stress mensen hadden gehad, hoe meer die virale infecties een rol speelden. Ja, logisch, want als je cortisol, wat u zo zag, er weer omlaag gaat, cortisol heeft direct de invloed op je immuunsysteem. En recent waren de studies ook naar immuuntherapie bij kanker. En logisch ook dat stress daar een rol in speelt, want als je heel veel cortisol hebt, dan werkt je immuunsysteem anders. Dus ook oncologen komen erachter dat stress niet alleen iets vaags is, hoe je je voelt, ook voel me gestrest, ook. Maar ook gewoon keiharde oncologie, biologie. Nog een voorbeeld, hartaanvallen. Hier ziet u een plaatje uit de wereldkampioenschap voetbal in Duitsland in 2006. En ziet u die pieken bij 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 en 8? Hieronder ziet u de wedstrijden van het Duitse elftal. En op de andere ziet u hoe vaak er mensen hartaanvallen kregen. En u ziet dat alle wedstrijden van het Duitse elftal leiden tot een verdubbeling, verdrievoudiging van het aantal hartaanvallen. Nu is het risico klein, hè? Dus je hoeft niet bang te zijn dat de halve Duitse bevolking omviel. Het waren vooral oude mannen met overgewicht. Ik kijk niemand in het bijzonder aan hier vanavond. U ziet ook, interessant genoeg, dat ziet u nummertje 7, die ziet u bijna niet. Dat was namelijk de troostfinale, moest Duitsland wel spelen, hè? Maar niemand interesseerde dat. En 8 was de finale. Kortom, dit is ook weer bewijs, en er is wel meer bewijs, maar ik vind het een aansprekend voorbeeld om te laten zien, gewoon in een natuurlijke setting. En u ziet als controle de andere jaren dat er geen WK's waren, dat stress en hartaanvallen, natuurlijk, adrenaline komt ook in je hart, heeft ook invloed, ademverkalking, zonder meer, overgewicht, tuurlijk. Dus als u hierheen kwam om iets te horen alleen maar over de geestelijke gezondheid, dan komt u van een koude kermis thuis, of misschien bent u wel aangenaam of onaangenaam verrast. En hier had ik het al over. Als iets belangrijk is voor stress, dan is het namelijk hoe iemand, een uniek individu, in elkaar zit. En dat betekent dat er een aantal dingen bij elkaar komen die samen eigenlijk een soort stressprofiel zijn. Een stresspaspoort. Dat betekent, je zit van nature op een bepaalde manier in elkaar. Je genen heb je niet voor gekozen. Maar stressgevoeligheid zit ook gewoon deels in je genen. Dat kun je gewoon terugvoeren. Net zoals gevoeligheid voor depressie. Ook voor een deel terug te voeren is in je genen. En dat klinkt heel bot, maar daar kies je zelf niet zoveel aan. Dus dat is ook echt wel soms gewoon pech hebben. Dat je gewoon genetisch gewoon kwetsbaarder bent. Ook je vroege jeugd, jeugdtrauma. Ik heb er zo nog een aantal slides over. Bepaalt levenslang hoe je in elkaar zit, hoe je op stress reageert. Daar doen we ook onderzoek naar. Maar ook hoe je psychologisch in elkaar zit. Hè? Ben je van nature geneigd om je kop in het zand te steken? Of wil je juist dingen actief aanpakken? Ben je iemand die het wel optimistisch inziet? Reëel optimistisch, hè? Niet Donald Trump-achtig optimisme, maar gewoon van denk van nou, kom maar goed. Nou, dat is ook goed. En je omgeving. Dus niet alleen je vroegere omgeving, maar ook nu zijn er mensen die van je houden. Zijn er mensen die om je geven. En al die dingen samen, want ik heb ze hier gescheiden getekend, en ik heb ook de werkomgeving erbij gezet, bepalen hoe je reageert op stress. En u ziet al, dat is een dynamisch profiel, hè? Want waar ik nu stress van krijg, vroeger kreeg ik stress van tentamens en zo. Dat heb ik nu helemaal niet meer. Nu moet ik kinderen opvoeden. Nou ja, over een tijdje heb ik het ook niet meer. Krijg ik vast wel andere dingen waar ik stress van krijg. En als het goed is, leer ik ook nog een beetje hier en daar van de dingen die ik meemaak. En groei ik ook een beetje als mens of word ik anders als mens. Dus dat is een heel dynamisch stressprofiel. Daarom vind ik die discussies in de psychiatrie soms over, daar hadden we het net ook over tijdens het diner, van is het de biologie, is het de psychologie of is het de omgeving? Dan heb je de psychoanalyse van Freud en heb je de mensen die zeggen het is de hersenen, het is de mensen die eten, het is de maatschappij. Ja, het is eigenlijk een vrij oninteressante discussie. Maar ze hebben allemaal natuurlijk een beetje gelijk. Tuurlijk, de maatschappij bepaalt dat. En natuurlijk hoe je elkaar zit psychologisch. Maar ook je biologie. Dus ik hoop eigenlijk dat we die discussie op een gegeven moment achter ons kunnen laten. En stress geeft eigenlijk wel een heel mooi aanknopingspunt. Om te zeggen van jongens, laten we samenwerken en die dingen samen nemen. Want ze beïnvloeden elkaar ook. En niet apart. U ziet het al, hè? Dat is een mooie balans hier.
Zegt de muis tegen de olifant, wat stampen we hard, hè? Dat zeggen mijn kinderen altijd als ze een mop vertellen. Alles wat je gebruikt, heeft een zekere mate van slijtage. Koelkasten slijten, auto's slijten, mensen slijten ook, heupen slijten ook. Maar ook als je heel veel stress hebt, dat heeft natuurlijk wel zo'n wear and tear, op een mooi Engels gezegd. De hele bekende stressonderzoeker, recent overleden Bruce McEwen, zei, die noemde dit de allostatic load. Eigenlijk de last die je met je meedraagt om over alles maar in balans te houden, om goed doorheen te komen. Bij jeugdtrauma zie je het, bij trauma's voor vluchtelingen zie je dat bijvoorbeeld ook terug. Maar ook als mensen heel veel stress hebben gehad, dat betekent dat mensen wel in staat zijn om een evenwicht te bewaren, maar wel tegen een prijs. Dus stress is wel normaal, stress is goed, maar het houden van een balans kan ook echt veel energie kosten. Zo'n slijtageindex kunnen we helaas nog niet meten, niet betrouwbaar. Maar daar zijn we wel mee bezig. Je ziet steeds meer geavanceerde manieren om verschillende type data, hoe je je voelt en wat je doet en wat je bloedt en je genen, om dat in kaart te brengen. En dat is eigenlijk een onontgonnen wereld, waarin je veel meer kan begrijpen hoe het kan dat mensen op een gegeven moment door toch een beetje stress echt sterk ontregelen. Want iedereen heeft een kantelpunt. Iedereen heeft een punt waarop je zegt van oké, nu wordt de stress te veel. En vaak is het een opeenstapeling van factoren. En je kantelpunt hangt per persoon af, hangt van je context af, hè, wat maak je mee, wie ben je, hè, in welke tijd leef je, waar krijg je stress van. En ook van je genen, hè, dat stressprofiel wat ik net liet zien, dat bepaalt ook van oké, op die manier ben ik stressgevoelig of niet. En op een gegeven moment wordt het toch te veel. Daar komen we bij burn-out ook over te spreken. Burn-out als werkaandoening is echt een tamelijk, los van alle kritiek die je kunt geven, of wetenschappelijke discussie erover, is burn-out als werkaandoening een tamelijk naïeve opvatting. Want werk is natuurlijk een van de factoren waar je stress van kan krijgen. Er zijn heel veel factoren waar je stress van kan krijgen en die tellen ook mee. Mantelzorg, financiële problemen, mensen in Groningen met aardbevingen. Nou, we noemen het best wel een aantal. Ziekte, overlijden, echtscheidingen. Er zijn vaak genoeg dingen die onverwacht zijn, die je helemaal niet kunt controleren. Dat maakt ook iets stressvol. En als je maar bij het kantelpunt gaat, daarna kan het snel gaan. Dat zie je ook dat mensen op een gegeven moment zeggen van ja, ik weet nog het moment waarop het allemaal te veel werd en ik niks meer kon. Ongeacht welke naam je eraan geeft, dat is zo'n kantelpunt. U ziet dat belletje rechtsboven. Dat is een beetje een soort systeemtheoretische aanpak. Als dat balletje lekker in een dal zit, dan kan het een beetje bewegen, lekker dynamisch, maar ontregelt het niet. Op een gegeven moment, als de stress zorgt dat het dal een beetje omhoog wordt gedrukt, dan zie je eigenlijk dat met niet al te veel stress, dat je zo'n balletje op een heel ander niveau kunt krijgen. En eigenlijk een verschuiving kunt krijgen. Dit soort modellen worden ook gebruikt door Martin Scheffer bijvoorbeeld, hè, om te kijken over ecologische veranderingen en alle dingen die plotseling kunnen worden. En voor stress geldt dat ook. Soms is het chronisch, maar soms kun je in één keer, bam, over een kantelpunt krijgen. En daar ga ik het met u over hebben. Stress biedt er een unieke kans om eigenlijk aan deze kant te blijven zitten. Want voordat je hier komt, ga je hier zonder meer rode vlaggen zien. Dus op een gegeven moment komt het in beeld en je lichaam, je geest zeggen van nou is het mooi geweest. En altijd achteraf kun je zeggen van ja, daar had ik wel last van. Maar het is een beetje zoals mijn familie komt uit Twente. Daar bezochten ze vrij weinig de dokter. Ze zeiden van ja, als het vanzelf gekomen is, zal het vanzelf wel weggaan. Soms is dat zo. Helaas niet altijd zo. Hoe ziet zo'n stressorkest eruit als het ontregelt? Want dat in feite is dat wat je ziet, hè? Een stressorkest wat druk krijgt en op een gegeven moment dat vals gaat spelen, dat instrument te doen. Ik dacht van, nou, hoe kan ik dat nou goed visualiseren? Ik kreeg een mooi voorbeeld aangereikt door iemand en die zei, moet je eens naar Michiel Romein kijken in Maestro. En kijken of hij het doet, dan kunt u zien hoe ik denk dat als een stressorkest ontregelt, hoe dat eruit ziet en klinkt. Als u nog de muziek zou horen, zou dat helemaal fantastisch zijn. Dan gaan we even kijken, want met muziek is wel leuker, zou ik zeggen. Zonder muziek ziet die Michiel Romein wel hard zijn best doen.
Nee, maar het mooie, dames en heren, dat Sebastian geen stress heeft. Ik ook niet. Waar heb je mijn stress in? Nee. Nog niet? Nog niet. Nog geen stress of het geluid doen? Nee, allebei niet. Allebei niet. Nee, nog even, even zien. Ik heb hem nog getest van tevoren. Dus moet... Oh, geef niet. Nee, ik kom even geen... Dan doe ik hem zo naar afloop. Prima, ja. Sorry. Er is mij beloofd dat u hem na afloop te zien krijgt, maar alleen als u een paar hele goede vragen stelt. Fantastisch. Houdt u van mij te goed. Hij is wel mooi. Dus als u hem niet, dan ga ik hem ergens online zetten. Dan kunt u hem zien. Want hij is wel echt fantastisch. Hoe erg het ontspoort onder leiding van deze toch wel interessante acteur. Ik wil even, want je zegt, nou ja, hij zou toch allemaal dingen over burn-out zeggen. Maar geen zorgen, dames en heren. Ik kom er. Maar ik moet wel even een paar omwegen maken. Jeugdtrauma is toch iets wat ik hier wil bespreken, omdat het zo'n belangrijke factor is waarin mensen levenslang meer klachten hebben. Je vroege jeugd, dat is het moment waarop al je stresssystemen, je hele stressorkest leert samenspelen. Dat is een hele gevoelige periode, van 0 tot 18 eigenlijk. Op het moment dat je dan nare dingen meemaakt, dat wil zeggen misbruik, dus dat je geslagen wordt, of dat je naar je geschreeuwd wordt, maar ook het ontbreken van veilige hechting, van het ontbreken van liefde, een veilige omgeving, zorgen dat je stresssysteem aan kan gaan en dat eigenlijk je natuurlijke ontwikkeling van je stressorkest eigenlijk verstoord wordt op een hele vroege manier. Dus wat zijn de basisbehoeften van een kind? Ja, grenzen hebben, spontaniteit, vrijheid, liefde krijgen. En misbruik of verwaarlozing voor het 18e jaar komt veel voor, ongeveer 1 op de 4 Nederlanders heeft er last van. Het is niet allemaal dat mensen allemaal worden geslagen, maar ook wel dat mensen gewoon echt een gebrek aan liefde hebben ervaren. En soms zie je in een gezin dat 3 kinderen dat wel hebben. Die zeggen van ik heb wel liefde gehad en eentje ik niet. Dus het kan echt binnen gezinnen ook verschillen. En de gevolgen, waarom noem ik dat voor stress, zijn groot. Want wat je ziet als mensen meer jeugdtrauma hebben meegemaakt, dat hun stresssysteem, dat stressorkest wat aangaat en vervolgens weer actief uitgaat, dat niet goed meer functioneert. En dat zorgt ervoor dat mensen stressgevoeliger blijken tijdens hun hele leven. Meer risico op depressie, meer risico op angst, eerder ontstaan, meer risico op bijna elke psychiatrische aandoening, verslaving, persoonlijke stoornissen, eetstoornissen, alles binnen de psychiatrie bijna. Ik geef hier een voorbeeld. Toch nog, ik heb af en toe een klein beetje echte wetenschap in gedaan. Voor de mensen die zeggen, ik wil een echte wetenschappelijke lezing, dan geef ik u toch nog een beetje. Hier ziet u 6 jaar lang, en de bovenste, die oranje balk die u hier ziet, hè, die bovenste, dat zijn de mensen met jeugdtrauma. En dit zijn de mensen zonder jeugdtrauma. En hier zien we andere mensen die mid of matig hebben. Mensen met jeugdtrauma houden 6 jaar lang meer klachten, en dat gaat over depressie, gaat over angst. Dus die hebben gewoon gedurende 6 jaar iets wat vaak 20, 30 jaar geleden gebeurd is, houden daar meer last van. En ik zei u al, stress houdt zich helemaal niet aan lichaam en geest. Dat gaat niet alleen maar over depressie of angst of over burn-out. Dat gaat ook bipolaire stoornis. Dat gaat ook multiple sclerose. Dat is eigenlijk een auto-immuun aandoening. Hoe kan dat nou, zult u zeggen? Nou, u heeft net gehoord hoe lichaam en geest samenhangen, dat helemaal niet zo gek is. Het gaat over overgewicht. Het gaat over borderline persoonlijkheidsstoornis. Het gaat ook over vroegtijdig overlijden. Mensen met jeugdtrauma overlijden gemiddeld 15, 20 jaar eerder. Dat is echt een hele hoop. Dat is echt een uniek, een urgent publiek gezondheidsprobleem. Waar we nu eigenlijk vrij weinig vat op hebben. En ik geef u dit voorbeeld om te laten zien dat biologie belangrijk is. Dat de omgeving belangrijk is waar je stress van krijgt. Maar ook je jeugd heel belangrijk is. En als je zegt van ja, waar gaat het dan mis met hoe komt die verhoogde stressgevoeligheid? Nou,
Je bent anders qua persoonlijkheid. Vaak moeilijker aan mensen te vertrouwen, eerder piekeren. Je biologische stresssystemen, je cortisol functioneren minder dynamisch. Hoe je brein eruit ziet, je grijze stof, je witte stofbanen, de snelwegen tussen alle grijze stof, die zijn anders aangelegd. Hoe je hersenen functioneren zijn anders. Ontstekingswaarden zijn anders. Epigenetica is anders. Bijna op alle vlakken, waar ik het over had van je stressorkest, zie je veranderingen die zorgen dat mensen anders op stress reageren. En dit is even, dit is een klein beetje reclame, maar het is ook om aan te geven hoe je vanuit die stressgedachte eigenlijk wel op een hele andere manier naar de geneeskunde kunt kijken. Want we gaan het straks over burn-out hebben. Ik beloof het u de hele tijd en ik hou me aan mijn belofte. Maar de discussie uiteindelijk over burn-out wel of niet is een hele interessante discussie. Maar als je een fundamentele verschuiving wilt hebben van hoe dan wel, zul je kennen van stressontregeling lichaam en geest, hè? Dat zeiden we net al. Is dat de manier om het aan te pakken? En wat is dan jeugdtrauma? Hoe komt dat hierin? Nou, als we weten dat jeugdtrauma zo'n belangrijke factor is voor alle aandoeningen in de psychiatrie, waarom doen we dan er niks aan? Daarom zijn we nu bezig met twee studies om jeugdtrauma aan te pakken bij depressie. Dat doen we nu niet. Zullen zeggen, ja, waarom niet? Nou ja, de enige manier in de psychiatrie om jeugdtrauma aan te pakken is traumatherapie als mensen PTSS hebben, posttraumatische stressstoornis. Dan heb je EMDR, dan heb je andere blootstellingsmethodes die best wel goed werken. Maar ik zie zelf psychiater, ik zie mensen met hardnekkige depressie, angststoornissen. En die mensen kan ik vragen van, ja, u heeft jeugdtrauma meegemaakt. En ik kan heel dan zeggen hoe vervelend dat is en ik kan uitleggen van, nou, dat is niet goed. Ja, die mensen zeggen, ja, wat heb ik daaraan? En dat lijkt me een hele terechte vraag. Dus een van onze opdrachten is niet alleen maar om te snappen, maar ook om perspectief te bieden. En als het gaat over stress, is dit volgens mij een route om perspectief te bieden. En als het gaat over stressorkest en alle lagen, dan kan je ook vergelijken met een soort diamanten, met allemaal facetten. En elk facet draagt bij aan de pracht van de diamanten. En elk verklaringsniveau is dus zinvol om op te kunnen interveneren. Of dat nou gaat om psychologie, omgeving, biologie. Allemaal waardevol. En we doen dus bijvoorbeeld nu twee studies waarin we dat jeugdtrauma precies op een andere manier aanpakken. De ene manier is het biologisch resetten van je stresssysteem. Weet u nog die MR en die GR? We gebruiken een medicijn wat die groene GR blokkeert. Een week lang. Waardoor er eigenlijk een soort reset van je stresssysteem, van die HPA als intreedt. En we zijn nu met een nette gerandomiseerde trial aan het onderzoeken of dat werkt. Er is best wel wat bewijs in dieren en in andere hersenstructuren dat het zou kunnen werken. Kunnen we dat stresssysteem resetten bij jeugdtrauma? En zo eigenlijk mensen met depressie extra helpen om eerder van hun depressie af te komen. Los van andere behandelmethoden. En als je de mensen met al die diamanten, met een diamant in die facetten vergelijkt, dan is een andere aanpak dat je ook op een psychotherapeutische manier ernaar kunt kijken. Dus dat je eigenlijk zegt tegen mensen, De dingen die je mee hebt gehad in je jeugd, die bepaald hebben dat je stressorkest anders speelt, daar kun je wat aan doen. Dan hoef je niet nu te zeggen van, ah ja, nou pech, zo is het. Zelfs een mammoetanker die een klein tikje anders laat doen, laat de koers laat veranderen, komt op een ander werelddeel uit, hè, op de langere termijn. En die traumatherapie wordt normaal nu niet toegepast voor depressie en die richten we heel specifiek in op die ervaringen van mensen uit hun jeugd die ze heel traumatisch hebben ervaren. Dus of verwaarlozing of het misbruik. Ik weet niet of het werkt, gaan we uitvinden. Dat is het mooie van de wetenschap. Dus ik kom u niet hier naïef een blijde waarheid verkondigen. Ik denk dat dit een hele zinvolle aanpak is, maar we zullen het zien. The proof in the pudding is in the eating. En dit is ook een perspectief waar je kan zeggen, Oké, we kunnen dus eigenlijk met stress kunnen we wel iets. Ik zou zoiets zeggen dat we steeds beter in staat zijn om stress te meten en op een vroege manier rode vlaggen te herkennen. En op dat moment er al iets aan te doen. Beter dan dat als mensen al over het kantelpunt heen zijn. Herinnert u zich nog? Ben ik aangekomen bij deze oude witte man? Weet u wie het is? Iets met burn-out. Ik had beloofd dat ik er zou komen. Ja. Dit is Herbert Freudenberger. Dit is een van oorsprong Duitse psycholoog die naar Amerika gevlucht uit Duitsland.
familie omgekomen in concentratiekampen. Psycholoog in Amerika en een van de grondleggers van de term burn-out. Praten we over jaren 60 ongeveer. En hij was psycholoog, behandelde mensen ook met depressies en angststoornissen. En in die tijd waren er heel veel mensen met verslavingsproblemen. Dus wat deed hij? Wat veel mensen die tijd deden, kan je misschien niet meer voorstellen. Naast een kliniek waar hij al 40 uur werkte, ging hij nog een kliniek doen voor drugsverslaafden. Waar drugsverslaafde mensen geholpen konden worden. Deed hij gratis. Dat doen mensen niet zoveel tegenwoordig, hè? Was toch vroeger beter. Hij zag dat mensen door andere mensen te willen helpen, door altruïsme wat je had, het heel veel armoede en mensen dachten, we gaan die mensen helpen. En eigenlijk zag je dat die mensen, dat soms helemaal niet lukte. Die deed je stinkende best, maar die mensen konden niet veranderen, wilden niet veranderen, het lukte niet. En vanuit een soort gefrustreerd altruïsme kregen ze last van klachten. Dus, met andere woorden, de burn-out van Herbert Freudenbergen, die later door Christine Maslach is verder gebracht, was bij dienstverlenende beroepen. Advocaten, artsen, maatschappelijk werker, chauffeur of een IT'er kon geen burn-out krijgen. Want het ging over de frustratie om de ander niet te kunnen helpen. Het ging niet over ik werk te hard, ik ga over grenzen heen, ik. De ander. Dat is nu anders, hè? Dus de aard van de burn-out is heel erg veranderd. En waar komt de term burn-out vandaan? Sommige mensen brengen het terug naar Shakespeare en zo, maar dat is allemaal een beetje ver gezocht. Maar hij zag de sigarettenpeuken van de verslaafde mensen, die eigenlijk zo die opbranden. En dat opbranden, daar vergeleek hij het mee. Hij heeft een boek geschreven ook over burn-out. Hij heeft zelf ook meerdere burn-outs gehad. En op een gegeven moment, een anekdote is dat hij ook geleerd had van de burn-out en dat hij dan minder hard werkte, hè, en dat hij dan een vakantie had en dat mensen kwamen en dat hij zei van ja, ik kan heel goed zwemmen. Wil je zien hoe goed ik kan zwemmen? Zeiden mensen, ja, wil ik wel zien. En dan ging hij 10 minuten gewoon niks doen in het water. En dan was hij dan heel tevreden om te laten zien dat hij ook gewoon niks kon doen. Dat hij ervan geleerd had. Maar dat was in de jaren 70. En dat is nu echt wel op een aantal manieren anders geworden dan het toen was. Want in Europa, in Nederland, hebben wij de diagnose burn-out. Hè? Ik heb een burn-out. In Amerika bestaat burn-out niet. Ja, wel als maatschappelijk fenomeen, maar niet als aandoening. Dus burn-out is geen iets waar je legitiem mee ziek thuis kunt zitten. Dus gewoon te veel druk als maatschappelijk fenomeen. In sommige landen in Europa is het ook nog steeds zo. Hè? Er zijn een aantal landen in Europa waar burn-out wel een diagnose is, een aantal landen niet. En burn-out wordt eigenlijk vaak onder een soort drieluik gedaan van een soort cynisme. Die vermoeidheid die heel vaak terugkomt en toch een soort verre verwijdering van je werk. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, gewoon omdat mensen dachten van nou, dat zal het wel zijn. Er is geen empirisch bewijs dat het logisch is dat die drie dingen bij elkaar horen. Een van de 9 criteria van de depressie, ernstige vermoeidheid. Dus bij depressie heb je ook ernstige vermoeidheid. Hoe doen we het in Nederland dan als mensen de diagnose burn-out krijgen? Wie stelt de diagnose dan? Huisarts soms, bedrijfsarts, psychiater niet, in mijn wereld bestaat het niet. Het staat niet in de DSM, hè, diagnostisch handboek. Daar ben ik geen, ik werd ook wel uitgemaakt voor een DSM-fetischist. Maar zelfs als het erin had gestaan was het problematisch geweest. Maar het ingewikkelde is dat er zijn ook criteria in Nederland voor. Maar er is eigenlijk geen betrouwbaar klinisch interview. Voor depressie en angst zijn die er wel. Hè, zodat 2 psychiaters kunnen zeggen van, nou ja, volgens die standaarden, hoe gemankeerd ook, heeft iemand wel of geen depressie. Maar voor burn-out bestaat dat niet. Het gevolg is dat je een diagnose hebt zonder duidelijke basis. En dat betekent dat de term ook heel losjes gebruikt wordt. Dus hoort die mensen wel eens zeggen, ik zit tegen een burn-out aan? Ja. Ik hoor mensen nooit zeggen, ik zit tegen een depressie aan. Ook mensen nooit zeggen. En tegelijkertijd heb je ook mensen die met een burn-out gewoon een aantal jaar thuis zitten. Dus ernstige klachten hebben. Dus je ziet echt een heel groot scala aan klachten die iets met stress te maken hebben. Die eigenlijk onder dezelfde noemer vallen. Als je kijkt naar de overlap tussen burn-out en depressie. Als mensen, ze hebben een aantal mensen die thuis ziek thuis zaten met een burn-out en ziek thuis zaten met depressie. Gewoon een diagnose gekregen.
lieten ze de vragenlijst invullen van depressie en burn-out. En die mensen kon je op basis van de vragenlijst niet uit elkaar halen. Sowieso een beetje dommig om op basis van vragenlijst een diagnose te stellen. Moet je voorstellen dat je heel kortademig bent. Je gaat naar de huisarts, je gaat de vragenlijst over astma invullen. En dan zegt hij, oké, je hebt astma. Dat gebeurt ook niet, gelukkig maar, zou ik zeggen. Maar zeker in het ernstigere, als mensen echt ziek thuiskomen, zitten met een overbelasting, is er heel veel overlap tussen depressie en burn-out. En je ziet dus aan de andere kant mensen die ook op een hele andere manier de term gebruiken. Dus als je zegt van, want ik kom zo nog over burn-out klachten te spreken, de diagnose burn-out in de criteria van de huisarts en de bedrijfsarts staat, ja, je moet dan vermoeidheid hebben, ja, dat heb je bij depressie ook, maar je hebt een aantal criteria, en dan hebben ze gezegd van, dus als je daaraan voldoet heb je een burn-out, maar je mag geen andere psychische klachten, stoornis hebben. Dat is onmogelijk. Overlap met depressie, overlap met angststoornissen, overlap vaak met onverklaarde somatische klachten. Dus heel recent ben ik naar aanleiding van het boek wel op een aantal keer geïnterviewd. En waar mensen altijd op aanslaan is dat ik dan zou zeggen dat burn-out niet bestaat. Natuurlijk bestaat de klachten wel. Net zoals neurasthenie 100 jaar geleden ook bestond. Natuurlijk bestaat het. De ervaringen van die mensen zijn reëel. Maar wat mijn probleem met burn-out is dat juist omdat de wetenschap zo wankel is, dat geen enkele arts de diagnose betrouwbaar kan stellen, dat we de term al heel losjes in een aantal contexten gebruiken, dat je de mensen die er last van hebben gewoon onrecht doet. Dat je zegt van ja, je hebt een burn-out en ja, succes ermee. Ik zal zo laten zien wat daar de consequenties van zijn. En dan komen we nog bij het concept burn-out klachten. Heeft u er wat van gehoord? Zit op de voorpagina, 1 op de 6 Nederlanders heeft burn-out klachten. Is dat een probleem? Dat is wel veel, hè? 1 op de 6 Nederlanders. Maar de vraag is, wat zijn burn-out klachten? Nou, zal ik u uitleggen. U stelt deze 5 vragen. Ik voel me emotioneel uitgeput op mijn werk. Aan het einde van de werkdag voel ik me leeg. Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk. Het vergt veel van mij om de hele dag met mensen te werken. Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk. En u ziet hier nooit of elke dag. Wie zou zeggen dat die enkele keren per maand, als hij zou werken, dat hij zou scoren? Als je enkele keren per maand dit hebt, los van wat je verder weet van die mensen, dan val je onder de groep van Nederlanders met burn-out klachten. Het zijn dus lichte stressklachten. Als je dit elke dag hebt, heb je wel een probleem, natuurlijk. En als je dit af en toe hebt, is de vraag van, is dat niet gewoon normaal? Als je die burn-out klachten vraagt aan mensen in de zorg, dan komen ze op 70% uit. Ja, is dat een probleem? Of is vaak voor politieke doeleinden wordt het dan gebruikt. Hè? 70% de burn-out klachten. Is het hebben van die burn-out klachten voorspellend voor burn-out? Waarom meten we die dingen? Maar goed, we meten het en elk jaar rapporteren we het weer. 1 op 6 Nederlanders. En we gaan over tot de orde van de dag. En iedereen zegt van ja, echt veel, hè? Ja. Dus we hebben naast het concept burn-out, wat van een altruïstisch fenomeen maatschappelijk tot een ziekte is geworden die niet betrouwbaar vast te stellen is, hebben we ook nog burn-out klachten. En de mensen zeggen, ja, de mensen weten wel wat het verschil is tussen burn-out en burn-out klachten, toch? Maar je ziet heel vaak dat het door elkaar wordt gehaald. En je zou zeggen van, nou ja, blijkbaar hebben burn-out ook eens met burn-out klachten te maken. Zal ik u nog iets zeggen over die burn-out klachten? Er zijn ook verschillende afkapwaardes. Je hebt een vragenlijst, die vul je in. En je kunt zeggen, nou, als je hoger scoort dan zoveel, dan 6 of 7 of 8, dat getal maakt niet zoveel uit, dan val je onder de groep. Nou, er zijn 142 verschillende definities. In Nederland hebben we er eentje gekozen. Hier ziet u de burn-out klachten in Nederland. Percentage van de werknemers die enkele keer per maand burn-out klachten ervaren. En mensen erboven. Zou u zeggen dat er hier een stijging is? U durft bijna niks meer te zeggen, hè? Ik zie wel een stijging, toch? Ja. Ik hou u niet voor de gek, hè? Ik bedoel, dit is een interactieve lezing, had ik u beloofd. Nee, nou,
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar ik zie ook een stijging. En mensen rapporteren dat. Deze percentages is één van de 142 afgepaarders van lichte stressklachten, die niks met burn-out te maken hebben, die stijgen. Dus zeg maar, tussen 2007 en 2020 nam het percentage van 11 tot bijna 18% toe. Die maatschappij waarin we leven. Tot dit plaatje. Dan kijk je even naar de ruwe waardes. Tussen de 1, nooit, 7 elke dag. Ziet u hier een stijging? Nee, ik ook niet. En dat is statistisch ook niet zo. Het betekent dat als je een afkraakwaarde neemt, ongeveer waarin mensen net wat hoger of lager scoren, dat je hele opgeblazen stijgingen krijgt van mensen met burn-out klachten. Kortom, wij willen ook graag negatief nieuws horen. Mensen zijn ook gewoon heel erg. Ik had een rapport geschreven over psychiatrie, wat een mooi vak het is. Ik ben heel trots om psychiater te zijn. Had iemand een aantal vragen over burn-out klachten erin gestopt. En op pagina 3 stond iets van 60% heeft burn-out klachten. Nou, van het hele rapport stond op teletext pagina 101, 70% van de psychiatrie, 60%, ik weet niet meer, het was het torenhoog, heeft burn-out klachten. De rest van het rapport werd niet gelezen. Kortom, burn-out klachten, onzinnig concept. Een van de grote problemen is als je zegt van, nou oké, burn-out, wat maakt het uit als je het noemt, je kan gewoon aan de slag gaan. De huisarts gaat er heel pragmatisch mee om. Hè? Die zegt van, ja, het maakt niet uit hoe je het beestje noemt, maar het beestje kan niet meer werken, dat gaat niet goed, dan moeten we gewoon pragmatisch mee omgaan. Dat is een uitermate goede pragmatische insteek. Maakt niet uit, noem het depressie, noem het burn-out, noem het overspanning, surmenage noemde je het vroeger. Voor burn-out was er managersziekte ook nog. Hè? Misschien kent u die term, die gebruiken we ook niet meer. Overspanning hoor ik trouwens ook vrij weinig. Voor andere behandelingen maakt het natuurlijk wel uit. Als je burn-out niet goed kunt vaststellen, hoe kun je dan behandelingen testen of onderzoeken? Ik zoek dan voor deze studie naar die behandeling voor burn-out, zoeken 100 patiënten met burn-out. Hoe stel je de diagnose burn-out vast? En niet met een vragenlijst, geen diagnostisch interview. Dus dan mensen die maar de diagnose hebben gekregen van de bedrijfsarts. Dan krijg je geen cirkelredeneringen. En het feit dat die diagnose burn-out niet erg valide is, nogmaals, even voor de goede orde, klachten zijn reëel, kunnen echt ernstig zijn. Hè? Mensen kunnen echt zitten gemiddeld 300 dagen thuis met een burn-out, evenveel als met een depressie. De overlap is ook wel heel evident. Maar voor burn-out heb je ook een heel vrij circuit, wat je voor depressie niet hebt. Ik las dat laatst in de auto en een reclame, binnen 100 dagen gegarandeerd van je burn-out af. Dat zou ik voor depressie moeten proberen. Amoula. Ik zou problemen krijgen en terecht. Ik zou heel veel mensen krijgen. Maar ik zou het nooit waar kunnen maken. En toen dacht ik van, toen was ik een boek aan het schrijven. Toen dacht ik van, nou, misschien moet ik dan eens kijken, wat zeggen mensen dan? Hoe je van de burn-out af moet komen. En ik zocht op burn-out behandeling. En ik heb de eerste 50 of zo heb ik aangeschreven. En heb ik een nieuw Gmail accountje aangemaakt. En gezegd van, nou, wat zeggen mensen nou? Als ik Jasper de Graaf ben, ik zeg, nou, ik denk dat ik een burn-out heb en ik wil behandeld worden. Wat moet ik dan doen? Nou, volg. De eerste antwoord. De hoofdmoot van de behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, die bewezen effectief is bij veel soorten klachten, waaronder klachten passen bij burn-out. U ziet hoe onvloers de taalgebruik is, hè? Dit is een reguliere behandelaar die ook wel donders goed weet dat burn-out cognitieve gedragstherapie niet goed onderzocht is. Dus je zegt, bij veel soorten klachten, waaronder klachten passend bij burn-out. Nou, de oplossing voor burn-out ligt zeker in neurolinguistisch programmeren. Dat is bewezen en iedereen verbetert bij ons. Ja, fantastisch toch? De natuur heeft een positieve werking op het brein als het over stress gaat. En daarom is al onze coaching buiten. Dat is wel lekker. Niks tegen de natuur, hè? Lijkt me prachtig om coaching in de natuur te doen. Dit is iemand die niet zozeer zei hoe ik er vanaf kwam, maar wel zei wat er allemaal was. Er is een team van ergo-fysio-oefentherapeuten, diëtisten en psychologen. Dat klinkt wel indrukwekkend. Ik weet niet wat ze allemaal doen. Hypnose heeft bijna altijd effect om burn-out tegen te gaan. Voor al deze dingen overigens, hè? Geen bewijs. Je kunt zo nog even over gouden tips tegen stress hebben. Dat je goed moet eten en slapen en zo. Dat is helemaal niks mis mee. Maar voor
laat staan dat de diagnose burn-out valide is, zijn deze behandelingen dat ook niet. Hier was er nog eentje, ja. Er wordt met allerlei therapieën gewerkt. Wij hebben geen voorkeur omdat alles ongeveer even goed werkt. Ja. Deze was ook. Er is van alles mogelijk. Je mag zelf wel kiezen wat je nodig hebt. Je bent in een soort, net als mijn kinderen in een soort Lego winkel komen. Hè? Jij kiest mezelf wat je mooi vindt. Ja, ik vind die of die. Maar als je, hoe moet je kiezen als je zelf een burn-out hebt? Moet je eens voorstellen dat je zelf thuis komt te zitten met burn-out, hoe je het ook noemt. Stress voorbij het kantelpunt. Je kan niet meer verder. En je gaat zelf op zoek. Wie moet je dan geloven? Op basis waarvan? Hier, wij bieden programma's van 100 dagen aan, waarbij je 3 maanden lang 2 keer per week in gesprek gaat. Het beste is een aantal maanden opname, gevolgd door een aantal maanden ambulante nazorg. Dat is ook wel heftig, hè? De meeste gebruikte therapie voor mijn burn-out is acceptance and commitment therapy. Dat is helemaal niet waar, omdat het de meest gebruikte is. Laat staan dat hij hiervoor, dat gaat over het accepteren van burn-out, helemaal niet over het herstellen. ACT gaat over accepteren. En hier zeggen, ja, wij richten ons eerst op het fysiologisch herstel. En we gaan daarna aan de slag met inzicht en ontwikkeling en verandering van ineffectief gedrag. Wij werken met midweken in termen op de hoeven. Je krijgt wat je nodig hebt, niet meer en niet minder. Nou, dat is goed, hè? Je moet nooit meer krijgen dan je nodig hebt. En de laatste, in plaats van te praten, want dan moet je dat gepraat, dat allemaal van die psychologen. Je moet je laten bewegen om je duurzaam te laten herstellen. Misschien dat al deze mensen wel heel maar gelijk hebben. Maar ik zou zeggen dat als je... Ik heb niks tegen coaches, hè, want misschien mensen in de zaal die coaching doen. Lijkt me super zinvol. Als je stressklachten hebt, je komt er zelf niet uit. Je zit voor het kantelpunt, prima. Maar zit je na het kantelpunt en heb je ernstige klachten, dan zou ik het niet aan de vrije sector overlaten. En dat is dan ook mijn grote probleem met burn-out. Niet van, oh ja, er moeten regeltjes komen. En er moet... Misschien als we het gaan onderzoeken, dat we er wel achter komen dat er wel een soort subtype is. Dat het een deel depressie is, deel angststoornis, een deel burn-out, met specifieke ontregeling van je cortisol, waardoor je er wel iets aan kunt doen, heel specifiek. Weet je nou niet, omdat je alles op een hoop gooit. Burn-out heeft ook, hè, dat heb ik nog helemaal niet gezegd, heeft wel minder een stigma over zich dan depressie. Hè? Tenminste, als je kijkt naar wie burn-out diagnoses krijgen, hoger opgeleide vaker diagnose burn-out, lager opgeleide vaker depressie. Dat komt omdat je burn-out heeft ergens nog iets. Hoe ernstig de klacht ook uit, ik wil niet bagatelliseren, maar het is wel zoiets van, ja, je hebt heel hard gewerkt en ondanks al het harde werken ben je eraan onderdoor gegaan. En depressie heeft heel onterecht nog een soort stigma draagt met zich mee, denk ik dan, hè, van je bent toch een beetje kwetsbaarder. Ik weet niet of dat het is. Dit laat zien dat als je deze situatie laat bestaan, de olifant in de kamer is niet, wat mensen vaak doen als het over burn-out gaat. Dan zeggen we, ah, burn-out, en dan gaan we het over de cijfers hebben, en dan burn-out klachten, dan maakt niet iets met burn-out, is ook slecht, weet je, dat stijgt, oké. En dan gaan we het hebben over de maatschappij, of over de jeugd van tegenwoordig, die niet meer tegen stress kan, of over, nou, we gaan allemaal oorzaken bedenken, die allemaal, daar kom ik vandaag niet aan toe, dus ik ga gelijk reclame maken voor het boek, want ik heb 10 over de jeugd van tegenwoordig, over social media, over narcisme, over, nou, er zijn heel veel redenen waarom, die vaak worden genoemd, maar die in de praktijk wel heel weinig van blijken te kloppen. Dus mensen denken soms een beetje met hun onderbuik. En er zitten wel een aantal zenuwen, maar geen 80 miljard. Huh? Ja, en dit zie je ook vaak. Dat vind ik een fascinerend fenomeen. Soms is het ook heel goed, mensen herstellen van iets wat we nu dan burn-out noemen, of hoe we het ook zouden noemen. En die denken van, nou ja, ik heb een oplossing gevonden. En die voelen dan toch een soort, er zijn heel veel boeken over burn-out, of coaches, of mensen die dan een soort het licht zien. En dat is heel goed, hè? Mensen, vaak zie je dat mensen herstellen van een burn-out, wat gelukkig vaak gebeurt, of wat we nu dan ook burn-out noemen. Dat mensen dan iets anders doen. Maar mensen denken dan, van ja, wat heeft voor mij gewerkt? Nou, zal het voor de ander blijkbaar ook wel werken. En die gaan het dan aan andere mensen vertellen. Maar als u weet nog van het unieke stressprofiel en het unieke stressorkest, dan is het tamelijk onzinnig om wat voor jou gewerkt heeft, van jouw situaties, wat jou over een randje heeft geholpen, om dat te vertalen naar voor andere mensen. Er is niks slechts mee, hoor. Als andere mensen er wat aan hebben, nou ja, uitstekend. En als je het zelf moet betalen, dit moet je zelf betalen, je hebt het geld, nou ja, geef het eraan uit, zou ik zeggen. Wel of niet, maar dat mag je zelf weten.
Maar het is wel een opvallend fenomeen. En de oplossingen die vaak geboden worden, zijn vaak 10 gouden tips tegen stress. Dus vaak als je mensen het ziet op internet ook. Hè, 10 gouden tips tegen stress en nummer 7 zal u verbazen. En dan gaat u klikken, want dat wilt u weten, toch? Ja. Goed slapen, goed eten, niet te veel stressen, vrienden zien, bewegen. Nou, prima, dan moet het, en voor de goede orde, dat moet u doen. U moet bewegen. U moet Erik Scherder voor u, als u beweegt en ommetjes maakt, dat moet u doen. Niks mis mee, dat is heel goed voor uw gezondheid. Alleen, het is tamelijk onzinnig om als een alleenstaande moeder met financiële problemen, om die een mindfulness cursus aan te bieden. Of een getraumatiseerde veteraan te zeggen dat hij gezond moet eten over een schijf van 5. Dus als je de stresscontext belangrijk maakt, betekent dat de oplossingen uniek zijn. En dat je niet die 10 gouden tips tegen stress, ja, dat is eigenlijk generieke koek die niet slecht is, maar eigenlijk vaak ook niet aansluit wat mensen nodig hebben. En als je dan kijkt, dit is een boek uit 1903 van Dornbluth. Hoe verkrijgt men gezonde zenuwen? Of in 2003 zou je zeggen van, hoe kun je werken aan je veerkracht? Dat is een veel hippere term. Maar in feite is hetzelfde. Ziet u dezelfde dingen terugkomen? Hè? Oefening. Omdat je moet dus oefeningen doen. Je moet arbeidsvermogen doen. Je moet naar voeding kijken. Er zijn nog hele boeken over hoe je minder kan piekeren. En hoe je oefeningen ervoor kan doen. Dus vertaal dit naar 2023. En maak er burn-out van. En je hebt gewoon een zelfhulpboek. Kortom, in 1903, dit waren ook bestsellers. Die kon je gewoon in de boekhandel kopen. Die kon je niet op internet, geen podcast en zo, was er allemaal nog niet. Lekker relaxed was het toen in 1903. Maar toch hadden ze best wel last van zenuwen. Hoe kan dat nou, joh? Kom ik met mijn laatste punten. De vraag is natuurlijk, hè, wie is er dan verantwoordelijk voor te veel stress in Nederland? Want heel veel mensen hebben gewoon soms last van te veel stress. We hebben het over gehad, hè? Als je leeft heb je stress. Als je helemaal geen stress hebt, dan is het ook niet goed. Dus je leven is een beetje dans op de rand van de vulkaan. En is het individu altijd verantwoordelijk ervoor? Heel vaak is een individu deels ook verantwoordelijk. Soms is het pech, hè? Je eigen stressprofiel, kies je niet voor, heb je niks over te zeggen. Maar soms is het hebben van veel stress ook een hele gezonde reactie op een ongezonde omgeving, hè? En mensen zeggen van ja, hoe kan je het individu nou zeggen, je moet veerkrachtiger worden, alleen maar om productiever te worden en harder te werken voor de Nederland BV. Lijkt me hele terechte opmerkingen. Dus uiteindelijk is, waar krijg je stress van, is ook de maatschappij waarin je leeft. Dus dat is niet de enige factor, maar ook een belangrijke factor. Een van de belangrijke, ik had het over jeugdtrauma. Ik heb het over armoede, inkomensongelijkheid. Dat zijn de wicked problems, hè? En dan zeggen we, ja, de politiek moet die oplossen. Maar het gaat ook om hoe we de maatschappij indelen, hoe we met elkaar omgaan, wat wij belangrijk vinden. En al die dingen maken ook en zorgen ook voor stress, of dat we minder stress krijgen. En er zijn geen quick fixes, dat zou wel het mooiste zijn. Dat beloven sommige politieke partijen, maar dat is wel ingewikkeld. En hier ziet u een plaatje, ook op het werk. Wat je nu ziet, als het gaat over te veel stress, is dat mensen pas heel laat in actie komen, als mensen al thuis zitten. Ik had een oude werkgever, ik zal geen namen noemen. En die deed dan een vitaliteitsweek. En dan kon je één week per jaar kon je dan een mindfulness cursus doen. En dat was dan Vitality Week of zo. Maar heel veel mensen waren burn-out. En het is heel gefragmenteerd. Dus als werknemer moet je zelf dingen doen. En je gaat pas naar de bedrijfsarts als je heel veel last hebt. En als je stressklachten nu hebt, hè, hoe herken je die dan? En met wie moet je dat bespreken? Je gaat niet naar je huisarts, naar je werkgever. Nou, dat is ook wel ingewikkeld. En ik zei al, hè, burn-out is geen werkaandoening. Wel, want je kunt stress voor je werk krijgen. Maar depressie is dan ook een werkaandoening. Ik heb heel veel mensen die heel veel stress van hun werk hebben gekregen en een depressie hebben gekregen. Die komen uit de poli. En in het plaatje ziet u eigenlijk, en dit vind ik een mooie plaatje, dit is een onderzoeksvoorstel waar we nu mee bezig zijn, van ja, kunnen we niet zorgen dat we die stresssignalen, dat eigenlijk als je stressorkest dreigt te ontsporen, en tegenwoordig kun je dat steeds beter meten, hè, door hoe mensen zich gedragen, hoe ze zich voelen, maar ook met wearables, de rode vlaggen die mensen al hebben.
En kun je niet in een vroeg stadium zeggen van, joh, combinatie van mantelzorg, relatieproblemen en een of andere kantoortuin waar je helemaal gek van wordt, zorgt ervoor dat ik heel veel stress heb. Kunnen we niet het gesprek aangaan en zorgen dat mensen niet uitvallen? Goed voor de mentale gezondheid van de werknemer, goed voor de resilience van de organisatie. En zorg ervoor op lange termijn dat mensen ook bij een bedrijf blijven. En zo kan je het gesprek ook aangaan daarover, op basis van die stresssignalen. En ik denk dat op die manier het veel minder, dat je veel preventiever en effectiever kunt werken. Als je kijkt naar de schattingen, dan kost stress, los van al het leed, kost, maar mensen willen altijd een getal hebben, kost miljarden per jaar in Nederland. Ziekteverzuim, verminderde productiviteit, en los van het zorggebruik nog. En dat betekent dus ook dat er best wel een wereld te winnen is. Werkgevers zeggen altijd van ja, prima dat als het kosteneffectief is, maar mij kost het geld en wie levert het geld op? Levert het mij ook geld op of Nederland als geheel? Dus dat is een beetje de kost gaat voor de baat uit, hè, vaak. Daar zijn we mee bezig en ik hoop dat het anders kan, want het is heel erg gefragmenteerd. En dat betekent voor mensen die nu, wat we nu burn-out hebben, die daarmee worstelen, dat die toch vaak heel eenzaam zijn en heel erg alleen om in hun worsteling om hulp te krijgen. Dat geldt voor depressie trouwens ook vaak. Deze laat ik gezien de tijd even over. Kom maar bij de laatste slides. U ziet hier, stress is disorder spelled backwards. Dan ga je het allemaal kijken of het klopt. Het klopt ook echt, want anders zou het er niet staan. Het grappige was, ja, dat plaatje heb ik al zo niet verzonnen. Deze slide werd ook gebruikt door Lisbeth van Rossum, hoogleraar interne geneeskunde, obesitas en stress, om aan te geven dat stress ook tot overeten en overgewicht kan leiden. Maar dat is eigenlijk niet waarom ik hem ingebruik, maar eigenlijk omdat ik vind toetje eigenlijk heel lekker. Dus ik vind het eigenlijk wel heel, heel vrolijk. En wat ik vooral wil zeggen is, de verwachtingen van iemand zijn heel belangrijk voor hoeveel stress je ergens van krijgt. Dus een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden wat hij vreest. Zo is het er meer, hè? En als je dan, ik kom van de VU, is een beetje gereformeerd, die zegt dan, en zo meer hij zo meer te lijden heeft dan God hem te lijden geeft. Maar dat zeggen we tegenwoordig niet meer. Maar die verwachtingen zijn super belangrijk. Dus als jij verwacht dat je heel weinig stress zult tegenkomen in je leven, ja, dan is het leven soms echt een hele zure bom. Want je maakt dingen mee die heel stressvol zijn. Dus je verwacht, en daarom vind ik het ook heel schadelijk, en daarom hamer ik ook op dat normaliseren, dat stress ook een normaal proces is. En dat als je een balans vindt tussen te veel en te weinig stress, dat je er soms last van krijgt, kortdurend en niet te veel. Omdat je dat niet moet medicaliseren. Omdat je niet moet zeggen, van, oh, er is een probleem. Want op een gegeven moment ga je dat zo problematiseren dat je gewoon daar zelf bijna stress van krijgt. En als je iets hebt dat je denkt van, oh nee, zie je, daar gaan we. En we gaan met z'n allen als lemmings op de afgrond. Maar dames en heren, zo pessimistisch hoeft u niet te zijn. Als je kijkt naar de hele coronacrisis van een paar jaar, als geheel, was tamelijk stressvol. Toch? Vond u het stressvol, coronacrisis? Een beetje, gewoon wel. Misschien, dat is grappig, je kunt bijna niet meer voorstellen hoe het was. Hè? Ik dacht er laatst nog eens over na. Alle lockdowns, alle testen, mensen in het ziekenhuis lagen, alle testen die je moest doen. Al die kinderen die ik... Ik hou van mijn kinderen, met heel veel liefde. Maar na een paar maanden had ik het wel gehad, hoor. Ik ben niet ik heb heel veel respect voor leraren. Ik ben er niet voor in de wieg gelegd. Had ook voordelen. Maar wat je ziet is dat ondanks al die hele onvoorspelbare en toch stressvolle situatie, dat de mentale gezondheid van Nederland als geheel er niet achteruit is gegaan. Dat is best wel wonderbaarlijk, toch? Onder de jeugd wel. Dat is een hele goede, dat is een terechte opmerking. Ja, daarom zei ik ook onder de hele bevolking. Want het is ook zo. De jongeren hebben veel te lijden gehad. Dus mijn punt is hier niet om het te bagatelliseren. Ik denk dat onder jongeren sowieso een toename van klachten is, die heel multifactorieel is. Daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar als je kijkt naar alle studies van mensen boven de 18, met kinderen, ouderen, iedereen, mensen die in de zorg werken, zie je geen toename van psychische klachten. En wat je ziet, is in de orde vergroten van 1-2% en is ongeveer een factor 50 tot 60 minder dan iemand met een gemiddelde depressie. Dus we moeten even voor de... Ja, en wat ik ook wil zeggen is eigenlijk dat als je kijkt naar stress, dan gaat het eigenlijk om het vinden van die balans. Het vinden van de balans tussen niet te weinig doen en niet te veel doen. Het ook in beweging blijven.
rust roest en eigenlijk dingen meemaken waardoor je ook stress opzoekt, waardoor je balans ook weer onder druk komt te staan. En met bestemming wil ik ook zeggen dat stress ook te maken heeft met hele existentiële zaken. Wie ben ik? Wat wil ik? Is het nuttig wat ik doe? Waar wil ik heen met mijn leven? Ben ik gelukkig of niet? Al die dingen zijn ook belangrijk om mee te nemen. En dat klinkt een beetje soft, maar eigenlijk wil ik dat wel zeggen, omdat het niet alleen maar gaat over... Het gaat eigenlijk de hele breedte, dat vind ik ook prachtig aan stress, is het gaat over harde neurobiologie, genexpressie, epigenetica, maar het gaat ook over wie ben ik en wat wil ik. En vaak zie je als mensen een burn-out hebben gehad, dat ze ook vaak weer een nieuwe balans vinden en ook een nieuwe bestemming vinden. Dat vaak heel gaat over, ja, ik heb toch een andere baan gezocht, ik heb toch iets anders gedaan. Dus dat het in die zin ook geen nut had om een burn-out te krijgen, maar dat een burn-out ook wel een silver lining kan hebben en eigenlijk daar weer een nieuwe balans in vindt. Dus ik hoop u wat meegenomen te hebben in de hele wereld van de stress, een beetje jeugdtrauma, klein beetje burn-out, niet te veel, want dat moet ook wel leuk blijven. En ik wil eigenlijk een laatste overweging, dat is een heel mooi gedicht van Borges. Herinneringen heet het. Het is eigenlijk in Spaans, maar ik kan mijn Spaans niet zo goed. En bovendien dacht ik van, misschien spreekt iedereen Spaans. Ik zal het met u meelezen. Als ik mijn leven opnieuw kon leven, zal ik proberen om meer fouten te maken. Ik zal niet proberen om zo perfect te zijn. Ik zal meer ontspannen zijn. Ik zal voller zijn dan ik nu ben. Ik zal minder dingen serieus nemen. Ik zal minder hygiënisch zijn. Ik zal meer risico's nemen. Ik zal meer uitstapjes maken. Ik zal meer zonsondergangen zien. Ik zal meer bergen beklimmen. Ik zal meer rivieren overzwemmen. Ik zal naar meer plaatsen gaan waar ik nog nooit geweest ben. En ik zal meer ijsjes eten en minder limabonen. En ik zal meer echte problemen hebben en minder denkbeeldige. Dank u wel.